Goedenavond allemaal. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van Big Talk. Vanavond hebben we een gast bij ons, Pastor Houtman. Hij gaat ons vertellen waar hij vandaan komt, zijn verleden. Hij gaat ons vertellen waar hij nu is. En hij gaat ons vertellen over zijn, nou, wellicht toekomstvisie. Dus veel kijk- of luisterplezier. Pastor, bedankt voor het komen, nogmaals. Hoe wij onze aflevering normaal gesproken beginnen is, we vragen naar uw echte naam. Dus ook bij deze aan u. Oké, mijn hele volledige naam. Ja, uw volledige naam. Johan Martien Houtman. Martien? Ja. Dat is een bijzondere tweede naam. Ja, vernoemd naar mijn opa. Van moeders kant heb ik nooit gekend trouwens, maar die heet Martien. Vroeger werd altijd vernoemd. Ja. En Johan is vernoemd naar de moeder van mijn vader, mijn oma, die heet Johanna. Dus vandaar Johan Martien. Dus meestal is het alleen Johan, maar ik heb twee namen. Bij onze kinderen hebben we allemaal één naam. We konden geen tweede bedenken, maar ik heb nog twee namen. Oké, duidelijk. Kunt u ons vertellen, u vertelt dan een beetje over uw achtergrond. Kunt u ons meenemen in uw achtergrond? Waar bent u opgegroeid, geboren? Wat voor ouders had u? Ik ben geboren op 8 juli 1959. Dat is voor jullie geboorte. In Nijkerk op de Veluwe. Okay. Dus daar ben ik geboren en opgegroeid in de grote kerk daar, in de gereformeerde bondskerk, zoals het noemt. Vandaag is het PKN, toen was het echt een hervormde kerk, een traditionele kerk. En ik heb een hele goede opvoeding gehad, een heel hecht gezin. We waren met vier kinderen. Eén zusje boven me is overleden. Dus, anders waren we met z'n vijven geweest. En, mijn vader was in de kerk betrokken, als ouderling, later kerkvoogd. Was ook directeur van een bedrijf, van boekbinderij Kallebach. Dus we zijn altijd opgegroeid naast het bedrijf waar hij werkte. En wat, ook, wat voor een bedrijf, sorry? Een boekbinderij. Dus boekbinderij. We maakten boeken, okay. Veel geestelijke boeken, christelijke boeken. En dat is een beetje het leven waar mijn vader mee in opging, in de kerk en ook in het werk, zeg maar. En ik heb twee broers, één zus. Oudste broer is Aad, die is van 1948, die is al 72, die is 11 jaar ouder. Een zus, die is van 1950, die is 70 geworden. Jannie en dan Bram, die boven me zit, die is 6 jaar ouder, van 1953. Dus we kunnen zeggen dat u wel een nakomertje bent. Ja, klopt, omdat er één zusje tussen zat, het overleden is. Ja. Inderdaad, een hele range van 11 jaar oud, dus inderdaad ook opgroeide, was ik vrij snel alleen. Dus mijn oudste broer en mijn zus die gingen ook snel al uit huis, zeg maar, studeren. Mijn oudste broer en mijn zus werd verpleegster in Amsterdam. Ja. En toen was ik met één broer boven me en die ging ook al vrij snel naar Nijenrode, zeg maar, toen hij 17 was. Dus een langere tijd wel alleen thuis geweest in het weekend, zeg maar. Maar ik kan wel een hele goede jeugd herinneren. Wel strakke opvoeding. Op zondag mochten heel veel dingen niet, maar wij wisten ook niet beter. Dus ik heb er niet echt onder geleden, zeg maar. Maar het was een beetje de identiteit waar iedereen om me heen en opgroeide. Ja. Alles was eigenlijk doordrenkt met ook die religie. En als je naar het voetballen ging, of Sparta Nijkerk, wat ik deed, dan de trainer weer, die werkte bij ons bedrijf. En een ander, die was ook weer uit de kerk. Dus eigenlijk een dorp waar iedereen elkaar een beetje kende, zeg maar. Precies. U vertelt een beetje over uw vader, uw moeder. Hoe was uw moeder? Wat voor persoon? Ik ben meer aan het onderzoeken wat voor persoon uw ouders waren. Oké, dus mijn moeder en mijn vader zijn alle twee in Alphen aan den Rijn geboren. In 1920. En ze groeiden op, waren ook alle twee serieus. Ze hebben elkaar op de lagere school al leren kennen. De lagere school was vroeger veel langer en ze zijn eigenlijk me daar al leren kennen. En ze waren alle twee heel serieus met geloof. Dus als een kenmerk dat ze daar altijd vanaf jongs af aan allemaal bezig waren. En ik heb later begrepen, toen mijn moeder wat ouder werd, dat zij echt verlangen had om ook te leren. Maar ze moest van school thuis op de boerderij werken, dus ze heeft nooit echt kunnen leren. Dus zij komt van de boerderij. Mijn vaders vader, mijn opa was postbode, dus waren niet bijzondere mensen. Maar mijn vader was een hele harde werker, dus hij werkte bij een bedrijf Samson in Alphen aan den Rijn. En in een boekbinderij ook. En alle twee was heel erg serieus bezig met geloof. Dus dat, dat draaide hun leven eigenlijk al heel snel om. Ja. Wat voor normen en waarden heb je van ze meegekregen?
Nou, eigenlijk de waarden die wij in de kerk ook een beetje hebben. Dus samenwonen kan niet. Trouwen is erg belangrijk. Niet liegen, hard werken, op tijd komen. Hele goede normen waren in feite. Dus ik kan wel zeggen, discipline die ik geleerd heb, heb ik heel veel van hun meegekregen. Niet verwennen, al zouden mijn broers waarschijnlijk anders zeggen. Maar ze liet je gewoon bijvoorbeeld op mijn 15e ging ik wel vakantiewerk doen op het bedrijf van mijn vader. Dan moest ik zelf gaan bellen naar de bedrijfsleider en was ik best wel behoorlijk hard aan het werk. Dan was het 30 graden buiten en dan stond ik aan de krimpfoliemachine boeken te verpakken. Dat was soms 30 graden of hoger bij die machine. Liep mijn vader wel eens langs, maar die deed dan net of hij me niet zag, weet je. Of gewoon goed om gevormd te worden en niet verwend te worden. Dus eigenlijk die discipline gewoon, ja, je kinderen gewoon degelijk opvoeden, maar niet verwennen, dat is eigenlijk heel duidelijk. Dat hebben zij ook meegekregen, maar dat heb ik ook meegekregen, ja. Goh. Ja. Duidelijk, dus dat is echt hoe ouders waren. U zegt al bezig met God, met het geloof. U bent dus ook zo opgegroeid. U vertelt over uw normen en waarden. Kunt u ons vertellen hoe uw jonge tienerjaren, nou, van kind naar tienerjaren, wat deed u? U had even over voetbal. Ik neem aan dat voetballen een hobby was. Ja, dat was geen prof. Dus ik heb 2 jaar gevoetbald en later heb ik veel getafeltennis. Tafeltennis competitie vanaf mijn 14e tot mijn studententijd heb ik heel intensief gedaan. Ja. Redelijk hoog niveau. Had ik niet achter gezocht. Nee, hè? Tafeltennis, oké. Ik speelde eerste klasse, wat het toen zei. En was ik elke zaterdag, elke maandag, donderdag mee bezig in Nijkerk, bij Rega in Nijkerk. Dus daar was ik heel veel tijd mee kwijt. Ja. Mijn vrienden Vils Boyat op vrijdag ging ik ook wel naar de kroeg. Of gewoon café eigenlijk, niet echt gewoon een café. En op zondag gingen we naar de kerk, zeg maar. Maar we kenden de jongens van de lagere school. Er ging veel buiten spelen, bomen klimmen, lagere school. We kenden elkaar allemaal. Sommigen hadden een boerderij, gingen daar in het weiland voetballen. Een beetje kattenkwaad uithalen, over sloten springen. En dingen doen die je ook niet zou moeten doen, zoals iedere jongere. Dus in feite, een normale jeugd. In die zin dat we heel veel buiten waren. En dat kon vroeger, dus heel veel buiten. Wat vond u destijds van de kerk waar u naartoe ging? Heeft u daar een... Nou, wat ik net zei, je wist niet beter. Het was een beschermde omgeving. Wij waren hervormd. Dan had je dan een aantal katholieken in Nijkerk, niet te veel. En je had ook een aantal gereformeerden. En dan kwam eigenlijk wel duidelijk naar voren. Nou, de hervormden waren dan degene die echt goed waren. De gereformeerden waren wat minder goed. En de katholieken waren niet goed. En dan dacht ik wel eens als kind van, ook toevallig dat ik net een hervormd gezin geboren word. Dan bof je maar. Maar later ging ik wel eens over nadenken van, ik ging vrijdag als boeiat vanaf mijn 17e, 18e. Naar mijn studententijd een weekend thuis. En dan denk ik, ik doe niet zoveel anders als mijn studentenvrienden. En in de kerk, de mensen omheen zitten ook hier. Wat eigenlijk echt het verschil? En dan hoorde je wel over bekering, maar het was niet echt dat ik nou snapte wat dat nou precies was. Wel dat ik langzamerhand steeds benauwder werd over hemel en hel. Dus dat ik heel duidelijk wist van er is een hemel, er is een hel. En ik vroeg me ook af van waarom zou ik nou naar de hemel gaan? Want ik ben niet echt zoveel anders dan de mensen om me heen. Dus ik begon me wel bezig te houden en begon antwoorden wel te zoeken. Ik kan me herinneren toen ik 12, 13 was. Was er bij de zonderschool, de dominee gewoon zonderschool. En die gaf me aan het eind van het jaar, kregen we zo'n kinderbijbel iedereen. Dus ik denk dat ik 12 was, eind van de lagere school. Hij pakte die beet en gaf hem aan mij. Die hield hij hem vast. En het was de hele zaal vol met ouders, al die kinderen kregen zo'n kinderbijbel. En toen vroeg hij van, ga je erin lezen? Dus ik kwam eigenlijk pakken, maar dan moet je een antwoord geven. Toen zei ik, ja, ga erin lezen. Dus oké, de hele zaal heeft je gehoord, zei die dominee. Dat was onze buurman trouwens. Dus ik ging naar huis met zo'n kinderbijbel. Maar dat spookte door mijn hoofd. Dus ik had echt het idee, ik moet dat gaan lezen. En dat heb ik s'avonds vaak in bed gedaan. Weet je wel? Ik was geen brave persoon en alles, maar dat heb ik wel gedaan. En ik had echt het idee dat God daar zag dat ik echt waarheid wilde en niet in leugen wilde leven. En dat daar is een beetje begonnen, zeg maar, met de zoektocht. Ging net al een beetje in op uw 10 jaar, heel voorzichtig. Kunt u ons daarin meenemen? Wat deed u voor school? U ziet eruit alsof u goed kan leren. Wat ging u studeren? En vertel ons over uw studententijd. Ik zat op school in Amersfoort. En
Voor elke lezen. Ik vind de middelbare school ook de meest vreselijke tijd van mijn leven. Nee, ja, daar vind ik gewoon helemaal niks aan. Dat schoolse, je moest van alles. Ik kan het dan niet zo goed tegen, blijkbaar. Dus lagere school vond ik geweldig, middelbare school vond ik echt niks. Maar ja, dus ik wilde eigenlijk vergeten wanneer je erover vraagt. Ik was veel bezig met sporten, leuke dingen te doen. Ik deed VWO, ja, dat heb ik allemaal op zich allemaal vrij makkelijk gehaald. En mijn broers studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde. Mijn oudste broer studeerde in Rotterdam. En ik had het idee, ook vanwege het bedrijf van mijn vader, van nou, ik moet die kant op. Dus ik kon aardig goed rekenen. En toen ging ik bedrijfseconomie studeren in Rotterdam op de Erasmus. Ja. In 1977. Ja, dat vond ik misschien wel de leukste tijd van mijn leven, studententijd. Dus, waarom? Nou, de vrijheid. Dus het heeft ook weer grenzen, uiteraard. Maar het idee dat je je eigen keuze kan maken, verantwoordelijk bent voor je eigen leven. En dat je dingen kan onderzoeken en dingen uitvinden. En ja, dat vond ik ook heel mooi. Dus, ja. Ging u dan ook daar wonen? Of hoe moet ik dat zien? Leef je wel op... Ja, ik heb studentflat 7 jaar gewoond. Rotterdam? Ja. Okay. Ja. Dus ik kwam alleen het weekend thuis. Wel elk weekend. Dus vrijdag ging ik naar huis en maandagmorgen ging ik weer heen. Maar ik heb zo'n beetje 7,5 jaar in Rotterdam in Kralingen gewoond, studentenflat. Dus, ja, u hebt ook 7 jaar gestudeerd daar? Ja, 7,5. Ja, ja. Vroeger was 6 jaar het minimale, gemiddeld 7,5. En je kon er ook wat langer over doen. Dus dat hebben we ook gedaan. En ik heb nog 3 maanden in Amerika gestudeerd, een uitwisseling. Dus ik heb ook wat extra dingen gedaan om wat een beetje studiepunten te halen. Zeg maar, om bij een sollicitatie ook wat... aan te kunnen tonen. Ja, ja. Dus, ik ben benieuwd, u vertelde over, u zegt eigenlijk heel, heel direct dat het misschien wel uw leukste tijd was. Ja, voor mijn bekering. Voor ja. uw bekering, uiteraard. Hoe komt dat? Deed u dan, ging u dan sporten, ging u dan uit, ging u dan, wat deed u wat het leuk maakte, zeg maar? Ja, ik had een hele leuke groep mensen om me heen. En ik werd al het eerste jaar werd ik aangesproken door iemand van de Navigato's. Een christelijke studentenvereniging. En dat was echt een heel bijzonder verhaal. Die man heb ik 1 keer in mijn leven gezien. Op de laatste dag dat hij studeerde, had hij God beloofd nog 1 persoon aan te spreken. En ik stond toevallig alleen bij de koffieautomaat. Dirk Tak heet hij. Ik heb nooit meer hem kunnen vinden bij deze. maar hij sprak mij aan, vertelde simpelweg over bekering. Dat het allemaal hier zat bij mij. Dat ik in mijn hart moest krijgen dat een bekering nodig had. En ook al was ik wel gelovig dat ik geen bekering ervaring had. Dus voor het eerst in mijn leven hoorde ik iemand vertellen, heel simpel, hoe je kon veranderen en dat je dat nodig had. En dat je het ook zelf kon ervaren. Dus heb ik toen, niet daar, maar vrij snel daarna gebeden. Iemand kwam bij me thuis, legde het uit. Dus heb ik een bekeringsgebed op mijn studentenkamer gebeden. Dus ja, toen ging ik wekelijks naar de Bijbelstudies. Dat was heel goed. Maar ging ook evangeliseren op de universiteit. Soms 2-on-2, of zo wij ook doen. Zo, dus radicaal. Ja. Dit was maar, van Navigatus, was dat? Ja, van Navigatus. Ze waren echt heel radicaal. Ze waren met 2 begonnen. Hebben ze gebeden voor 10 krachtige mannen die zichzelf konden reproduceren. Een van die 10 die zorgde mij na. Het is langzamerhand wel wat verwaterd, als je het zo mag zeggen. Maar toen was het heel, heel radicaal. Er gingen ook studentenflats af, deur aan deur. Dus, ja. Hoe oud was je toen? 18, 19. Oké. Okay. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het is geen kerk. Dus we hadden Bijbelstudies en dat was het groot probleem eigenlijk. Ik ging naar huis het weekend, ging weer naar mijn oude kerk. Maar je wordt niet echt gevoed, mijn mening, na mijn bekering in die kerk op wat ik echt nodig had. Dus groei, praktische informatie. Was ook niet echt koffie drinken en aflopen. Was geen Bijbelstudiegroepen, dat moest je ook zelf doen. Dus die kerk is niet slecht. Maar voor mij was het ontbreekt een stukje van de puzzel dat in me uit kon leggen van hé, je moet bekeringsgebed bidden. Het was geen oproep aan onze kerk, maar dat heb ik daar wel ervaren. Dus ja, dat was het mooie. En aan de andere kant heb ik veel genoten van mijn studentenleven, want ik leef niet zoals ik nu leef. Ik had wel echt wel dat ik veel mee ging stappen met mijn studentenvrienden en toen ik ook bier en ja, dus met andere woorden, ik leef wel een beetje in 2 werelden. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus het was leuk. Nou ja, Amerika is een geweldige tijd. Dus heel veel dingen kunnen ontdekken. En ja, universiteitsleven sowieso. Dus ja, het was een hele bijzondere tijd. Ja. U bent uiteindelijk, bent u afgestudeerd? Heeft u... Ja, ook nog. Ja, dus dokter Anders. Dat is mooi. Ja. Dokter Anders, diploma behaald.
Oké. Daarna, wat gingen jullie daarna doen? Aan het werk, neem ik aan? Ja, ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld, op plezier gehad. Maar toen ik eenmaal afgestudeerd was, ging ik natuurlijk solliciteren. Ik had vrij snel eerste baan was in Arnhem bij PGIM, wat nu de Nuon is. Dus ik was daar bedrijfseconoom, deed prognoses, berekeningen. Eerste windmolenpark berekend, wat nu in Lelystad staat, 20 of 50 windmolenparken molens heb ik berekend toe voor de PGM en andere dingen. Okay. Dus daar heb ik 2 jaar gewerkt. Dus dat was mijn eerste baan. En het was in Arnhem, maar ik wist na mijn studententijd, ik moet gewoon goede keuzes gaan maken. Want ja, ik mis nou de navigatie op studenten gericht. Terug naar mijn oude kerk bracht me niet echt veel plezier, maar ook niet echt veel voeding. Dus ik had wel besef, ik moest zorgen dat ik gewoon mezelf weghoud bij verkeerde atmosfeer omheen. Dus ik had Arnhem wel gehoord, nou ja, ook al zonde gesteld, spijkwartier. Ik voelde echt overtuigd van, ik wil er niet heen. Elke stad heeft wel iets verkeerds, uiteraard. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, waar ga ik dan wel heen? Nijkerk. Ik heb nog even bij mijn ouders thuis gewoond. Kun je goed sparen. Maar dat ben je ontgroeid. Dus ben ik in Amersfoort gaan wonen, waar ik op school, middelbare school gezeten had. En dat leek mij, ja, veilig voor mezelf, voor een morele toekomst, zeg maar. En ook voor mezelf. Wel overdacht klinkt het. Ja. Zeggen? U klinkt alsof u daar echt heel erg... Ja, daar heb ik echt over nagedaan en gebeden. Want ik dacht echt van, ik ga gewoon... of ik echt teruggevallen was misschien wel, of half teruggevallen. Maar in ieder geval, ik zakte weg. En ik had geen idee, omdat het geen kerk was, hoe ik dan mezelf op pauw kan houden. Dus dat was wel een zorg, ja. Dus je kwam in Amersfoort? Ja. U werkte in? Ik werkte in Arnhem in het begin, de eerste 2 jaar. Ja, vertelde u. Eigenlijk wil ik een beetje toe naar hoe u eigenlijk bij ons in de fellowship komt. Want eigenlijk vertelt u dat u eigenlijk echt wel een bewustheid had van God. U was er zelfs mee bezig al. U heeft ons verteld over uw studentenleven. Ik ben heel erg benieuwd hoe u dan... bij ons in de fellowship kwam. Ja, dus toen ik in Amersfoort ging wonen, ik had 3/4 jaar bij mijn ouders gewoond, hoef ik niks te betalen, want met salaris kon ik gelijk een nieuwe auto kopen, dat was mooi meegenomen. Toen ging ik naar Amersfoort, dus februari 87. En toen ben ik echt gaan bidden van, in die tijd een beetje van, ik moet richting hebben. Maar achteraf begrepen, die kerk is begonnen in april 87, mei. En ik ben 1 augustus aangesproken door Edwin Jonkhout. En 1 augustus 1987. Een week tevoren ik echt bij de Heer, laat me zien wat ik moet doen. Ik weet niet hoe ik verder moet. Ik wil ook voor u leven, maar ik weet niet hoe. En een week later werd ik aangesproken door hem op straat. Dus ik had echt de overtuiging dat het voor God was. Ik wist ook wel dat ik min of meer teruggevallen was. In ieder geval leefde wel in 2 werelden. En hij sprak me aan op straat. Ik hield een beetje groot van, ik had al gehoord over bekering, zelfs gebeden. Dus ja, je moet op bekering komen. Ik zei, nou, dat ben ik al. Maar Edwin Jonker, je weet hoe die is. Hij is met zijn vinger op mijn borst. Je moet op bekering komen, ook jij. Ik zei, dat weet ik wel, maar ik ben al een keer op bekering gekomen. Je moet nog een keer, maar je weet het dan zeker. En je weet hoe het is, dus hij gaf een folder mee. En het was een uitnodiging voor een speciale dienst. Dat was toen met de eerste Pasen van Zwolle. En dat was in Poelstraat, een gebouwtje, een speeltuinkwartier in Amersfoort. Dus ik ging naar huis na dat gesprek. Ja, dat bracht wel diepe overtuiging. Nogmaals, je weet hoe Edwin is, toen ook al enthousiast en vurig. Dus ik ging naar huis en had ik echt het idee van, ja, ik weet dat dit van God is. Het is een heel andere club of kerk of groep, wat het ook is, dan ik gewend ben. Ja. Maar als dit van God is, dan durf ik het niet naast me neer te leggen. Dus ik ben maar gegaan. En toen kwam ik daar. Het was helemaal niet een duidelijk gebouw. Het was gewoon een poort. En dan niks kon je zien. Dus ik dacht, nou, wel niet. Dus toch door die poort gegaan. Om de hoek zag ik dan zo'n gebouwtje, een soort schoolgebouwtje. Het was dan een speeltuinkwartier en dan had je zo'n speeltuin daarnaast, glijbaan, schommel. En dan zag ik allerlei volwassenen op de schommel en op de glijbaan. En wat was dit nou? Dat was het team uit Zwolle, bleek dan. Maar, wat was dit dan? Weet je wel? Een kerk en dan zie je dit.
Maar toch de overtuiging om te gaan. En toen, ik kan me herinneren dat Renze bij me bij de deur aansprak. En die ging naast me zitten. Nou, we gingen beginnen met de dienst. En op een gegeven moment gingen we God loven en prijzen. Ik ging echt door de grond. Wat is dit dan? Ja, omdat hij naast me zat en uit beleefdheid bleef ik. Anders had ik willen wegrennen. Zeg maar, wat is dit? Maar de preek was ontzettend krachtig. Want de paas zei van, nou ja, Jezus heeft alles gedaan om jou uit de hel weg te houden. Maar wat doe jij? Dus echt, alles kwam weer terug. Een hele diepe overtuiging van inderdaad, ik moet gewoon opnieuw een keuze maken. Ben met Renze vroeg mee naar voren. Stak mijn hand niet op, maar Renze vroeg mee naar voren. Ben naar voren gegaan, samen gebeden. En dat is eigenlijk toch een referentiepunt dat ik dan weer opnieuw een keuze heb gemaakt. Dat was 1 augustus 87. Ja. En vanaf dat moment ook constant naar de kerk gegaan? Nee, ik was aardig eigenwijs. En, mijn familie begon enorm uit te trekken. Want na 2 jaar werkte ik als directeur van het bedrijf in Zwolle. We hadden 2 bedrijven. Hadden ze me net gevraagd om directeur te worden van het bedrijf in Zwolle. Mijn 2 broers werkten in Nijkerk. Ja, het paste natuurlijk ook niet bij de achtergrond die ik had. Mijn familie en mijn vader leefden nog. Die kon er ook niet veel mee. Dus die vond het heel moeilijk. Dus toen ik kwam, waren er 1 of 2 mensen in de kerk. In Amersfoort ook heel weinig. Mm. Ik voelde wel echt dat het van God was. Maar ik ben toen van oktober, november 87 tot februari 88, 3-4 maanden ben ik teruggegaan naar mijn oude kerk. Er was zoveel aanval van mijn familie en zoveel verwarring in mijn gedachten. En ook wel bang om de prijs te betalen. Want dan denk ik, nou, ligt er echt uit. Hè? Ook wel uit alles wat je kent en weet, daar lig je uit. Dus vond ik het ontzettend moeilijk. Dus ik ben daar 3 maanden terug geweest en heeft de paas van Amersfoort, die stuurde me toen een brief van beste Johan. Niet iedereen die Heere Heere zegt, zal het Koninkrijk van God beërven. En het was een algemene brief voor alle mensen die een tijd niet meer kwamen. Maar God heeft me echt verblind. Want ik las die brief en ik dacht, nou, beste Johan, nou, het is voor mij, weet je wel. Ik had het gewoon kunnen lezen, want alleen mijn naam was geschreven, de rest was gewoon getypt. Maar ik had echt overtuigd, nee, dat is voor mij. Dus ik kreeg, sinds ik uit de kerk terugging naar mijn oude kerk, had ik elke morgen hoofdpijn. Ik wist gewoon, ik leef gewoon niet goed. Ik moet gewoon terug naar de deur, maar ik wilde gewoon niet. Maar ik wist gewoon, ik moet gewoon keuze maken. Toen die brief kwam, toen wist ik gewoon, ik moet gewoon teruggaan. Dus toen ben ik februari 88 teruggegaan. Was op bijbelstudie. Bij de Pasen thuis, woonde boven snackbar en was net een bijbeltje over geestelijke strijd. Dus ik kwam weer, hij keek me aan, deed net of ik niet weg geweest was. Dus hij vroeg van, geestelijke strijd, er zijn 3-4 mensen voor mij. En, misschien heeft iemand nog een voorbeeld van geestelijke strijd. Nou, ik zeg, ik heb nog wel een voorbeeld. Ik zeg, eigenlijk wil ik er helemaal niet zijn. Dat zei ik ook nog. Ik zei, ik wil eigenlijk de makkelijkste weg doen, maar ik kan gewoon niet anders. Ik moet gewoon God gaan dienen, ik moet gewoon serieus worden. En, kinderdoop, volwassendoop, dat speelde. Want dan liggen er echt uit in de kerk waar ik vandaan kom, weet je. Dus vul met de Heilige Geest, ja, waar we allemaal dingen tegenaan hikten. Dus op een gegeven moment knopen doorgehakt. Was het februari 88 en toen ging het heel snel. Februari, mei 88 heb ik tv weggedaan. Die dag nog steeds referentiepunt. Die dag sprak ik ook Martin Klok aan. Die dag dat ik mijn tv wegdeed. September 88 deed ik de voordienst, kreeg verkering. Een jaar later getrouwd. Dus toen ging het ontzettend snel. Dus, en de strijd met de familie bleef nog steeds? Ja, een tijd wel. Want zij zagen ook niet datgene wat ik zag. Weet je wel. Ik kon hem niet overtuigen, zij mij ook niet. Maar vooral het evangeliseren waren ze gewoon heel erg op tegen. Dat klanten tegen ze komen op straat of dat ze te horen zou krijgen dat ik een verkeerd voorbeeld zou geven. Dus vanuit hun standpunt kan ik het best wel goed begrijpen. Alleen, ik wilde gewoon vruchtbaar worden en mensen aanspreken. Dus ik zelf ook aangesproken was een paar keer. Dus ik kan me voorstellen dat zij het niet begrepen, maar andersom. Mm-hmm. Ja, ik weet gewoon, voor mij is het gewoon wat ik moest doen, wat God wilde. Dus ik ben er op een gegeven moment gewoon mee doorgegaan met evangelisatie. Ook gezien dat God door de jaren heen altijd wel een zegen gegeven heeft erop. Ja. Ik vind het bijzonder. Wij wonen in Zwolle, spreken wel eens mensen aan. En ik wil niet zeggen dat ze dan precies dezelfde achtergrond hebben als u dat heeft gehad. Of u dat heeft. Ja. Maar ik vind het bijzonder dat
dat u uit gewoon een traditionele kerk komt. En uiteindelijk toch de overtuiging voelt van God. En uiteindelijk gewoon een bovennatuurlijke wijze tot bekering komt. Ja. Uiteindelijk nog even teruggaat. God trekt echt aan u. Komt tot bekering. U gaf net al aan, het ging heel snel op een gegeven moment. Maakte stappen. Ik ben ook benieuwd, hoe heeft u uw vrouw leren kennen? Nou, dit komt op YouTube. Hè? Nee. Ik kende haar niet, dus ik heb haar leren kennen in de kerk. Toen ik terugkwam, februari 88, was zij net bekeerd. Ja. Ook zij had gebeden van God, als u bestaat, breng er iemand op mijn pad. En werd ze aangesproken door Zwaan van Vliet en door Dita, geloof ik. Dus ze ging februari 88 naar de conferentie. Nou, dit was, Margreet was gelijk enthousiast. Die heeft nooit echt een terugslag, ging altijd zo. Dus ik kwam net terug, dus ik moest er even bij komen. Dus ik was niet zo enthousiast, ik was niet gelijk thuis. Dus ik was ook een beetje de enige die haar niet zo begroette. Ze was net nieuw in de kerk en ik kwam net terug. Dus ik deed een beetje ook er nog niet bij hoorde, zeg maar. Dat had ze wel door. Maar we hebben elkaar toen in de kerk leren kennen. We hadden toen in 88 een geweldige, leuke, enthousiaste groep. Ja, een hele gave tijd. Dus om een goede bekeerlingen met de klok. Maar ook... Leila Leusink, wat Leila Kudon heet, en Jumas en anderen kwamen er ook bij. En ja, er waren gewoon ontzettend... Johan Vermeulen. Dus er waren ontzettend veel goede mensen. We kwamen bijna elke avond bij elkaar. Dus daar heb ik ook Margreet beter leren kennen. Ze had hetzelfde enthousiasme als ik. Ik wilde dingen voor God doen. Ik ben 8 jaar ouder, maar ik voelde me jong bij haar. En, klikte gewoon heel goed. Dus ja, dat is daar heb ik wel leren kennen. Je bent 8 jaar ouder? Ja. En hoe oud waren jullie toen jullie koppel? 1988. Zij was net 20, dus ik werd 28. Oh ja. Ja. Nou, lieg ik nou? Nee, 29 denk ik. Ja. Ja. Dus u trouwde. Uiteindelijk, u zegt al, we raakten betrokken in de kerk. Of... En eigenlijk, u gooide het net heel snel even tussendoor, maar u was directeur van een bedrijf. Die kwam even uit het niets vallen, zeg maar. Toen u tot bekering kwam, dat ging door, uiteindelijk? Ja. Ja, in 1988 heeft mijn vader mij gevraagd om een bedrijf, boekbinderij De Haan, James Wotstraat, die in Zwolle, te leiden, samen met een collega. We hadden zo'n 30 mensen voor ons werken. We maakten paperbacks, boeken als Baantje de Kok, weet je wel, dat soort boeken. Veel boeken, christelijke boeken. Dus vanaf 88 tot 2002 heb ik dat gedaan. Dus ik heb het altijd naast het pionieren gedaan, naast het pastoren. Ja. Dus pas in 2002, nou, wel iets meer rond die tijd werd ik fulltime, zeg maar. Dus ik heb wel 14 jaar was ik directeur naast de andere dingen die ik deed voor de kerk. Dus ja. U maakte zelf al even het bruggetje naar pionieren. Nou, is het zo dat in deze fellowship is het wel duidelijk, wanneer je de visie grijpt, dan word je gauw uitgestuurd. Of dan kun je gauw uitgestuurd worden. Ja, mensen krijgen het verlangen om uitgestuurd te worden. U dus blijkbaar ook met uw vrouw. Waar ging u naartoe? We gingen in 1991 naar Deventer. En ergens, ik wilde heel veel voor God doen, maar ik hikte wel tegen dat pionieren aan, eerlijk gezegd. Want ja, het onzekere, het falen misschien. Maar Marten Melis Klok ging in februari 91, heel verhaal. Maar ze werd in de conferentie zelf overtuigd door een woord van Pastor Campbell. Toen kwam onze kerk van 30 in een stroomversnelling. Dus zij werd in februari 91 uitgestuurd. Wij gingen er ook wel heen in Breda, want daar gingen ze heen. En daar kregen we eigenlijk verlangen. Ik moet zeggen, dat was een bijzondere ervaring. Ik was eigenlijk bang om uitgestuurd te worden. Mijn vrouw kon niet wachten, maar ik was een beetje bang om uitgestuurd te worden. Maar er was een keer een gastspreker en die had de preek over angst. En die zei, als je naar voren gaat, gaan we voor je bidden. Meerdere mensen uiteraard. Maar moet je geloven dat als je naar je stoel teruggaat, dat je die angst niet meer hebt. En ik maak een beslissing. Ik dacht, nou, er is zoveel in mij geïnvesteerd door de jaren heen. Zoveel verschillende mensen. Ik kan gewoon niet maken dat ik dat voor mezelf hou. Ik moet gewoon een keuze maken om Gods wil helemaal te doen, 100%. En toen ben ik naar voren gegaan en heb beslissing gemaakt. Ik wil niet meer bang zijn voor de wil van God, wat het ook is. En toen, inderdaad, toen ik naar mijn stoel ging, was die angst weg. En daarna begon echt een verlangen. En binnen 2-3 maanden waren we ook uitgestuurd. In augustus 91, een half jaar na hun, zeg maar. Dus, ja. En Deventer, zie je vlakbij? Ja. Ja. Hoe was dat? Nou, vertelde al... Nou, de angst ging weg in ieder geval om uitgestuurd te worden. Ja. U kwam daar in de stad, eerste keer pionieren. Hoe zijn de eerste jaren, hoe lang heeft u daar gezeten eigenlijk? We hebben 3 jaar gezeten.
Ik was er nooit geweest. Ik heb de stad ook nooit gezien. Eigenlijk wilden we naar Dordrecht uitgestuurd worden. Waarom weet ik ook niet, maar dat was toen een gedachte. Okay. Dus in de conferentie zelf kreeg de overtuiging. En toen kwam de paas van Zwolle naar me toe. En die zei, joh, je hebt een bedrijf. En dat, ja, dat gaat goed. Je doet veel dingen in de kerk. Is het niet beter om het samen te doen? Gewoon te blijven. Niet alles nu al op te geven. En gewoon ja, je verantwoordelijkheden ook voor je bedrijf, naar je familie. Is het niet wijzer om dat gewoon te houden en samen te doen? Ja. Toen zei ik, nou, als dat kan, prima. Ik was bereid op te geven, mijn bedrijf en dan weg te gaan. Maar dit is natuurlijk wat ik liever zou hebben. En ja, dan ga je kijken in de cirkel van Zwolle waar je heen kan gaan. Dus dat ik Almelo, Raalte, Deventer. Deventer had ik heel veel goede verhalen van gehoord. Veel mensen die ook uit de kerk hier zaten. Ook een aardige stad, een boekenstad. Ook nog wel weet ik dat. Dus ja, daar heb ik ook nooit spijt van gehad. Ja. 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 3 jaar. Wat kunt u vertellen over die tijd? Want uiteindelijk bent u daarna teruggegaan. Na 3 jaar. Weer naar Amersfoort. Ja. Wat is in die 3 jaar gebeurd wat u is bijgebleven? Of... Oh, we hebben gewoon een hele leuke tijd gehad. We hadden het eerste half jaar 3 mensen die nog steeds nu nog in de Amersfoortkerk zitten. Irma van Leerdam en Sjors Kaufman en Ferry Wagenmakers. Ja. Dus we hadden best wel een goede start. Daarna, na een jaar kwam Jan Veenstra, die ook nu paaster is in Schiedam. En Pieter van IJsden, een anderhalf jaar die nu paaster is in Hilversum. Dus best wel een goede tijd. Maar we kregen op een gegeven moment een Pinkse vrouw in de kerk. Die begonnen te stoken en wat mensen mee te nemen. Dus dat gaf een behoorlijke tik. Dus gingen we terug van 2026 op een piekmoment terug naar 12, 13. En toen begon het echt te worstelen. En toen weet ik dat ik een gesprek een keer had. Ik dacht zelf onbemoedigd te worden. Maar de pastoor zei toen van Amersfoort van ja, misschien is het beter om terug te komen. En dan opnieuw te proberen later. Dat was niet direct mijn streven of mijn gedachte, maar we hebben het dan wel gewoon gedaan. En gedacht, als dat het beste is, dan gaan we gewoon terug. In die tijd kwam ook Peter Mioor terug en kwamen anderen ook wel terug. En was het meer ook een soort strategie dat je niet te lang ergens bleef zitten. En gewoon fris blijft, gewoon door kan gaan, misschien nog een keer proberen. Dus ja, wij zagen het zo een beetje dat je dan achteraf misschien hebben moeten blijven. Of, maar ja, mevrouw is blij dat we teruggingen. Ik weet niet hoe het is zo gelopen. Wil ik net zeggen, het liep gewoon. Wat is het mooiste van die tijd? Nou, het mooiste is, en dat vind ik nog steeds, ik heb echt iets met pioniers en met pionieren. Ik vind het mooie dat je gewoon met niemand begint en dat God het dan zegent, dat mensen tot bekering komen en bij jou in de kerk gaan zitten of in de huiskamer gaan zitten en echt veranderen. Ja, dat is gewoon uniek. Dat je gewoon weet dat God van hemel en aarde, van het universum, dat hij jou en je vrouw gebruikt om mensen te bereiken. En die komen dan tot bekering, hebben een grote nood soms. En gaan zelf veranderen, gaan zelf mee met evangelisatie. Gaan dingen doen in de kerk, ondersteunen. Ja, dat is geweldig om te zien wat God dan doet. Dat is het mooiste wat je kan hebben. Het idee dat God je gebruikt en dat je dus dingen ziet die God door jou heen kan doen en wil doen. Ja. Heeft... Nou, we kennen u nu als paaster in Breda natuurlijk. U heeft na Deventer andere kerken gepaasterd, om het zo maar te zeggen. Ja. We kunnen niet overal even diep op ingaan. Nee, we gaan een heel lijstje maken anders. Dat denk ik ook. Kunt u ons vertellen in ieder geval waar u bent geweest? En ik wil eigenlijk wat meer ingaan op Zwolle. De tijd in Zwolle. Oh, oké. Even een lijstje geven. Dus in 96 zijn we weer naar... In 95 kwamen we terug. 1 jaar, 3 maanden in Amersfoort gezeten. In 96 hebben we Edekerk overgenomen. Ja. Waren toen 5 mensen. We lieten 5 mensen achter in de Amersfoort. En we namen 5 mensen over. Ook 4 mannen en een vrouw. Ik zie het echt een soort compensatie van God. Dat je daar een vliegende start hebt. Ja. Dan zijn wij geweest tot 2005. En toen hebben we de Breda-kerk overgenomen. Tot 2011. En de kerk was ongeveer 90... misschien wel meer op sommige piekmomenten. En toen we weggingen was iets van 140. Dus we hebben ontzettend veel dingen meegemaakt. En geweldige tijd. En toen 2011 vroeg Pastor Valk ons naar Zwolle te komen. Ja, u werd toen assistent ja. Pastor. Ja. Ja. In die tijd heb ik zelf ook nog een tijd in Zwolle gewoond. Natuurlijk. En hoe ik u ken, of nou ja, ken is een groot woord. Maar hoe ik u altijd zag was altijd iemand die... En dan gaat u
als ik eerlijk ben, uw prediking op conferenties gaat ook vaak over structuur of... ik heb het idee dat u op financieel gebied ook een aardig kennis heeft. Dat is mijn beeld van u. Ik weet niet ja, heel gewoon... Ook wat zakelijk. Geordend. Geordend, ja. Heel burgerlijk of zo. Heel, ja. Heel, geen gekkigheid. Ik zit niet te stuiter op een podium. Nee, 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 dat kan ik ook niet. Waar komt het vandaan? Want ik leg dan een link met uw achtergrond natuurlijk. En de bedrijven heeft gezeten, wat u heeft gestudeerd. En misschien ook een beetje persoonlijkheid. Maar ik zie dat wel dat u dat heel erg leeft, zeg maar. Dat u wel zo in elkaar steekt. Ja, ik denk dat op een gegeven moment moet je... Toen wij naar Ede opnieuw uitgestuurd werden... Toen ging ik echt bidden tot God. Van, nou, we hebben daar een goede kerk gehad. Maar toch, ja, het is niet helemaal zo geworden. Maar ja, daar heb ik ook wel mijn best gedaan om te lijken op de pasers die mijn pasen waren of in Zwolle. Toen ik naar Ede ging, echt overtuigd, ik moet gewoon mezelf zijn. En toen op een gegeven moment merk ik gewoon de stijl die bij het beste bij me past, is gewoon hoe ik nu ben. Niet, hoef niks te bewijzen, ik ga niet gekke dingen doen. Als ik een hele harde stem preek, dan begeeft mijn stem het, dus dat lukt me ook niet. Dus ja. Als ik gewoon drie keer in de zin halleluja zeg, past ook niet bij mij. Dus ik, eerlijk gezegd denk ik wel dat ik behoorlijk gevormd ben, ook door mijn achtergrond, opvoeding. En mijn broers zijn eigenlijk ook zo qua karakter. Ja. Ook rustig, afwachtend en één is wel extrovert, eentje introvert, maar gewoon hele goede mannen, maar ook niet, loop ook niet te stuiteren over een podium, bij wijze van spreken. Dus het zit ook wel in je genen, denk ik. Ja. U heeft een tijd in Zwolle gezeten, u heeft de hele verbouwing meegemaakt. Of de hele verbouwing, ja. Jawel. Ja. Ja. Zo. En uiteindelijk bent u daarna naar Schiedam. Ja. Zeg ik dat goed? Klopt. Schiedam geweest. Zomer 2015, ja. Daar heeft u niet zo lang gezeten, volgens mij. Nee. Omdat er een nood was in Breda en pastor Anton ziek was, echt ziek was, dus ook niet meer beter zou worden, was op een gegeven moment echt een nood in Breda. Een langere tijd was hij ziek, dus de kerk is daar groot, veel noden. Ja. Een langere tijd dat pastor Anton niet in staat was om... alles te doen wat hij zou willen doen als pastor ook. Dus het was gewoon een nood. Dus je zag op een gegeven moment wel een bepaalde kant uitgaan. En toen heeft de pastor van Zwolle mij gebeld om te vragen... ook omdat ik de kerk kende voor hem... of de kerk weer wij over wilde nemen. Dus ja, wij zaten... In Schiedam ging het goed. Het was ook een leuke tijd, ook daar bezig met het gebouw aan het zoeken. Maar ja, dat was gewoon een hele moeilijke keuze. En ik geloof echt dat het toch uiteindelijk wel van God was dat we... naar Breda gingen om kerk weer over te nemen. Ja. Wanneer was dit? 2015 gingen we naar Schiedam en 10 april 2017 kwamen we in Breda. Ik ben van de cijfers, dat merk je wel. Ja, echt, dat valt me ook op. Ik wil het niet zeggen, maar dat valt mij op. Ik weet niet meer ik jarig ben. Ja, bedrijfseconoom. Ja. Cijfers. Nou. Waar ik nog naar benieuwd ben, een best wel losse vraag, wat niet zoveel met dit te maken heeft. Ja. Hebt u wel eens echt een wonder van God meegemaakt? U vertelde dat toen u wegging uit de kerk, dat u heel erg hoofdpijn kreeg. Dingen zoals dat, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dat u echt ervaringen met God hebt gehad. Dat ik zelf bad voor iemand anders, bedoel je? Ja, of dat u misschien bad voor uzelf, of misschien een visioen, of misschien echt een gebed wat echt door God beantwoord werd. Nou, ik kan me herinneren dat de eerste echte buitenlandse reis ging naar Zuid-Afrika. Toen we bij een kerk van... Parel en een strand, David de Koker, en daar heb ik nooit echt gebeden voor de zieken. En toen ben ik uitgestapt in geloof en toen gingen echt mensen benen uitgroeien. En er kwam ook een vrouw naar voren die heel slecht kon zien en die waar ook geen oplossing was voor de dokter. En ik zag al een paar benen uitgroeien, wat ik nog nooit had meegemaakt. Toen ben ik ook geloof uitgestapt voor die vrouwen gebeden, die met slechte ogen. En ik had de hand opgelegd en ze begon echt te roepen van, dat ze weer kon zien. Dat ze echt weer compleet kon zien. Dus dat was echt qua wonderen. Echt ook de eerste keer dat ik echt uitstap. Het was echt een bijzondere avond dat alles gebeurde. En dat er heel veel wonderen achter elkaar gebeurden. Ja. Dus dat, op dat gebied van genezing, dat vond ik wel echt een referentiepunt. En voor wonderen, we hebben vroeger in Breda gebeden dat er echt 10 nieuwe discipelen bij zouden komen. Nou, dat gebeurt na een tijd.
Ook een gebouw, ik was aangehaald in de laatste conferentie nog, dat hij op zoek was naar een gebouw, dat echt de Heilige Geest die zei van, stap in de auto in Ede, van nou, ga die kant op, rechts, links, die kant op, daarheen zo. En ik was net in de stad en echt tot het punt van de school, de KVJ-school, waar we later dus ook verder doorbraak kregen. Ik ken die hele school niet, maar de Heilige Geest leidt me daar zo heen. En toen stond ik daar op parkeerterrein tegenover, toen dacht ik, nou ja, dit moet wel van God zijn. Dus ik ben toen naar binnen gestapt en dan kwam de conciërge, bleek later ook een christen te zijn. En ik vroeg gewoon van, nou, is deze school te huur voor kerkdiensten? Hij zei, nou, toevallig zit net het bestuur van de school boven. Dat is anders nooit, die was er net. Ja. En ik zou wel vragen, nou, die man zat in vergadering, maar hij kon terugbellen. En daarna hebben we die school gekregen en hebben we gewoon lang gezeten. Ik geloof 5 jaar of zo, echt een behoorlijke doorbraak. Arno Terpstra is er ook daar op een keer gekomen. Zijn broer Benjamin en... ja, dat qua letterlijk leiding van de Heilige Geest is dat wel het meest... Hoe gaat zoiets dan? Je zit in de auto en dan... Ja, ik ging bidden voor ik in de auto stond. Ja, okay. Ik kreeg echt een overtuiging van God van stop met bidden en stap in de auto. Van ik zal je leiden. Want ik zocht een gebouw, moest snel en ik kende de stad gewoon niet. Wij zaten in een vrije school en er waren echt een beetje hocus pocus dingen. En wildvreemde mensen begonnen mij op te bellen uit de stad Ede van... hey, jullie zijn evangelische kerken en jullie zitten in zo'n vrije school met al die beelden. Dat klopt toch niet? En we hadden ook geen groei, er gebeurde niet veel. Was ik echt overtuigd, we moeten er weg. Dus ja, waar moet je heen? Dus ik kende de stad nog helemaal niet. Dus toen ben ik echt gaan bidden. Gewoon mijn kantoor boven en niet eens zo lang hoor, maar gewoon een kwartier of een half uur. En toen sprak God van mijn hart. Dus ja, toen begonnen die deuren open te gaan. Ja. Bizar. Ja. Als je nog verder wil vragen hoor, kan het hier door wil gaan. U zit nu in Breda. Ja. Waar bent u mee bezig? In de breedste zin van het woord, zeg maar. Waar bent u mee bezig? Mijn droom, mijn verlangen, oh, misschien loop ik vooruit, maar is gewoon om anderen beter te maken en te investeren in anderen. Waar ik echt mee bezig ben, is gewoon mensen te helpen, een roeping uit te werken, te pionieren. Mijn echtpaar in Frans-Guyana, Florence Binkost. Nou, je hebt net een gebouwtje, net foto's van gezien, dus we daar weer mensen om zich heen te verzamelen. Nou, ja. Veel contact mee en daar te investeren in hun. De babykerk, we hebben dus bij elkaar een aantal babykerken, een stuk of 7, ook in België. En daar ben ik vooral mee bezig geweest afgelopen jaar om gewoon een manier te vinden dat we samenwerken, samen bidden en elkaar bemoedigen, inspireren. En nu ben ik bezig vooral in onze eigen kerk weer zo'n groep te krijgen voor ja, zo'n 180 met een jonge groep die ervoor wil gaan. En die gewoon ja, elkaar inspireert, elkaar bemoedigt, zeg maar, om elkaar verder te helpen, zeg maar. Ja. Dus dat zijn naast de corona dingen, de speerpunten die voor mezelf, ja. Waar bidt u voor? Ik heb een gebedslijst met alle namen van de kerk, dus ik bid sowieso voor alle namen, ook voor mijn Pasen in Zwolle en alle Pasen, maar ook gewoon... ja, specifiek ook voor doorbraak en groei. Dus best wel een moeilijke tijd nou met die corona. En ook om mensen die de kerk verlaten hebben vanwege issues, et cetera. Dus het is ook best wel een lastige tijd. We hebben ook 40 dagen bidden gevast met de hele kerkketting vast. Dus ja, echt om nu aan het bidden voor een doorbraak. Dat de bladzijde omgaat en dat we weer nieuwe mensen binnenkrijgen. Dat is wel een geestelijke strijd gaande, zeg maar. Ja, ja, dat geloof ik ook wel. Wat is uw beeld van God? Hoe ziet u God? Nou, hoe God meegekregen van vroeger is natuurlijk bijgesteld. Omdat ik toen God zag als ver weg. Wel genadevol, maar niet duidelijk zo persoonlijk. Daarna heb ik God steeds beter leren kennen. En dan denk je op een gegeven moment dat je God een beetje snapt. En dat je dan, als je bidt, dat het dan zo gaat zoals je bidt. Of iets later, dat het dan wel weer goed komt. Maar nu heb ik ook al God te leren kennen dat hij gewoon wil dat je karakter ontwikkeld wordt. En dat je voorbereid wordt voor de eeuwigheid. Dat je als goud gelouterd en beproefd wordt. En dat je bijvoorbeeld ook ja, tijden hebt van dienstbaarheid. Zoals ik hier naar Zwolle kwam, 4 jaar. Mijn verlangen was in Breda te blijven. Maar de nood voel je wel ja, dat hier is. Dus ja, dan neem ik toch een beslissing van God, wat u wil is, ja, daar ga ik heen. Na 4 jaar is een beetje je taak erop en dan ja,
ben je afhankelijk van wat er dan is. Dat is dan Schiedam, dan ga je daarheen. Maar dan zie je ook wel dat God jou wil vormen, de kerk wil vormen. Maar nu zie ik ook veel meer dat God je ook voorbereidt. En dat het lang niet altijd ABC maar is. Zoals ik vroeger dacht, als je dat bidt, gebeurt dat. Als ik zo doe, ga God dat doen. Dat is weg. Maar God is veel groter als je denkt. En dat zie ik ook nog steeds. God is nog steeds goed. En ik merk ook dat hij alles onder controle heeft. Maar hij durft ook wel. Hij durft ook wel te snoeien. Hij durft ook dingen af te dwingen in je leven. En, of te eisen soms. Of om te laten wachten. Totdat je zelf op dat punt komt. Dat je je helemaal overgeeft. Bepaald punt. Of bepaalde dingen aanpakt in je leven. Dus je ziet wel, God is nog steeds aan het werk. Goh. Ja, ja, mooi. Heeft u, dat vragen de paas altijd. Heeft u misschien een levensmotto, vraag ik altijd. Of een lijfspreuk, waar u naar leeft, zeg maar. Het psalm die mijn leven veranderd heeft, psalm 37. Dat was verlustig in de Heer en dan zal u geven de wensen van je hart. Dus dat ben ik echt gaan bestuderen. Toen ben ik echt gaan zien, was na mijn bekering, dat ik echt mijn relatie met God niet gewoon religieus, maar echt moest verdiepen. En ook plezier moest hebben in de relatie met God. En ja, dat heeft ook toegeleid dat ik getrouwd ben. En de wens van je hart, weet je wel, een vrouw die erbij past, et cetera. En gewoon praktisch gezien heb ik vaak dingen van afmaken waar je begonnen bent. Dat soort dingen. En niet zeuren, maar doorgaan. En het komt wel goed. Ja, ja. Ja, ja. Heeft u, want dat is het allerlaatste wat ik wil vragen eigenlijk. Wij als discipelen in Zwolle. Heeft u misschien bemoediging voor ons? Ook voor de kijker en luisteraar natuurlijk. Wat u ons nog wil meegeven, voordat we afsluiten. Nou, ik zie en ik ervaar en ik weet dat God ontzettend genadevol is. En dat hij heel graag ons levens wil gebruiken. En dat hij heel veel geduld met ons heeft. En dat hij ons de tijd geeft van bepaalde dingen te bekeren of houdingen te veranderen. En dat hij gewoon ontzettend verlangen is ons een goed leven te geven. En ik denk echt bemoedigend is dat je God kan vertrouwen. We hebben overal waar we zijn geweest, ook onze kinderen, Kevin, Joël ook, en ook allemaal zeggen ze, God heeft me geholpen. God heeft me hier doorheen geholpen. Al die verhuizingen. Onze zoons ook hebben ons sterker gemaakt. Onze dochter Anouk is nu 17. Heeft in de middelbare school eerste klas hier. Tweede klas bij Schiedam. Derde klas in Breda. En toch zegt ze van, ja, als God wil is het ook voor mij het beste. En je ziet God elke keer opnieuw dat hij het bevestigt. Dat hij vriendschappen dan geeft. Of oplossingen geeft. Of voorziening geeft in financiën. Of elke keer als we gaan verhuizen. Dat hij ons zegent regelmatig met goede verkoop van huizen. En goede aankopen. Dus op langere termijn zie ik altijd dat God zegent. En dat hij een goed en getrouw God is. Ja, heel mooi. Duidelijk. Ja. Bedankt. Dat was het. Ja. Thuis, mensen, bedankt voor het kijken, voor het luisteren naar deze podcast. Of podcast, naar deze Big Talk. Geniet nog van de avond. Volgende week komt er weer een nieuwe aflevering online. Voor nu, nog een fijne avond.